Nou, dit is de leukste dag sinds heel erg lang. Want in die coronatijd, ik kon niks doen. Ik kon niemand blij maken. En nu maak ik heel Wiegen blij. Dus dat maakt mij ook weer blij. Nationale Burendag kon dit jaar weer wat grootser worden aangepakt dan vorig jaar. En daar hebben ze in Wiegen-Zuid dan ook meteen gebruik van gemaakt. De dag was vooral erg gezellig. Wat vindt u van de Burendag vandaag weer? Heeft u het naar uw zin? Ja hoor, hartstikke leuk. Zeker, ja, het is heel erg leuk. Ja. Nou, dit is de leukste dag sinds heel erg lang. Ja. Want in die coronatijd, ik kon niks doen, ik kon niemand blij maken. En nu maak ik heel Wiegen blij, dus dat maakt mij ook weer blij. Het is de bedoeling dat mensen die bij elkaar in de buurt wonen elkaar op Burendag beter leren kennen. En dat lijkt te werken. Ja, ik denk zeker dat dat wel, en vooral als je het organiseert zoals het vandaag hier gedaan wordt. Het is wel, het is een Burendag, maar als je ziet wat er uit de kast getrokken is, denk ik zeker dat mensen dat hier naartoe trekt. En waardoor er weer dingen kunnen ontstaan. Ja, absoluut. Zeker. En ik probeer ook tegen iedereen een beetje te kletsen van, goh, komen jullie hier vandaan? En dat horen andere mensen dan weer. Dat andere mensen ook denken van, hey, dat klinkt leuk. Ja. We hebben mensen uit Syrië al gesproken. Hier wat verder weg. Helemaal aan de andere kant van Wiegen. Dus ja, het is natuurlijk wel gezellig om wat meer mensen uit je buurt te leren kennen. Normaal zie je elkaar wel eens in de winkel en dan is het hooi en doei. Maar nu is het toch even net iets anders, ja. In Wiegen-Zuid is het dus niet gebleven bij een slap kopje koffie en een droog koekje. Er was van alles te doen. Ja, en wat hebben jullie al gedaan hier? Alleen maar even rondgelopen. Ja. Hoi allemaal. Hoi, ik ga ballonnen maken zo. Leuk. Ja, een stukje taart hebben we gebakken. Appeltaart en boterkoek. En kinderen zijn allemaal uit school gelijk hier naartoe gekomen. Oh, ja. Nou ja, ze komen natuurlijk allemaal graag van suikerspin, popcorn. En de crafty workshop is ook erg populair. Zeker. Dus het is erg gezellig. Oh, doei.